Goedemiddag, dames en heren, van harte welkom. Buiten is het 30 graden en hier in het VNG-kantoor is het lekker koe. Uh, een goed moment voor een VNG-dialoog in coronatijd. Wekelijks praten we in deze uh, online sessies bij over nou, de belangrijkste maatregelen in coronatijd, de gevolgen van de corona voor gemeenten en ook voor partners van de gemeente. Uh, en dit keer gaan we praten onder andere over de gemeentefinanciën, de impact van corona op de gemeentefinanciën, maar ook hoe de VNG op dit moment ook met de Rijksoverheid aan het praten is om voldoende compensatie te krijgen voor de gaten die misschien wel geslagen zijn in de gemeentebegrotingen. We gaan het ook hebben over de gespreksagenda transitiefase coronacrisis. Marco Zanoni, directeur COT, Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Uh, Gaat ons bijpraten over deze gespreksagenda. Het idee is dat er voor de verschillende bestuurders in Nederland de mogelijkheid is om aan de hand van die agenda gesprekken te starten. En op die manier proberen ook wel ja, de juiste onderwerpen te bespreken in de gemeente. De gemeentefinanciën gaan we bespreken met Annie Rabarison, directeur Beleid, Inclusief Samenleving en Financiën bij de VNG en Irene Niesen, partner bij Enison Elvers Felix. En momenteel betrokken bij de verschillende onderzoeken naar de kosten van de coronacrisis. Uh, maar net als elke week beginnen we natuurlijk uh, met dan wel de algemeen directeur, dan wel de plaatsvervangend algemeen directeur. En dit keer is het de plaatsvangend algemeen directeur van de VNG, Pieter Jeroensen. Pieter, van e welkom. Dank u wel. Ja, kijk. Uh, Gelukkig zijn we met z'n tweeën. Ja, precies. Kunnen we ja, af en toe afwisselen? Precies. Dat is goed. Dan krijgen we ook andere mensen in beeld weer. Ja, ja helemaal <laughs> goed. Ja. Um, uh, toch even, ik, ik vraag altijd even aan het begin waarom we dit doen eigenlijk. Ja. Waarom we deze dialoog organiseren? Nou ja, er komt, wanneer zit het? Sinds 15 maart echt heel erg veel. Op ons allemaal af, maar ook op de gemeente. En uh, we hebben verschillende vormen gezocht om onze leden gewoon goed te informeren, goed erbij te houden. Dat is aan de ene kant het informeren, dus het delen van de informatie. Aan de andere kant zijn ook wat Tijden waar je af en toe behoefte is om te duiden hè, van wat speelt er nou. Je gaat straks met Marcus Sononi in gesprek, uh, dus daar proberen we ook in te voorzien. Uh, maar dit zijn ook tijden dat we proberen om steeds in contact te blijven met onze leden. Om goed te luisteren, wat, wat speelt daar nou? En uh, dat kunnen wij hier in Den Haag ook weer goed gebruiken. En daarom de, daarom de dialogen. Ja. Uh, dus mensen kunnen ook vragen stellen om, uh, eh, om te kijken wat er allemaal speelt. En daar uh, met elkaar goed over in gesprek te blijven. Ja. Ja, is, dat, is, is voor jou het werk heel erg veranderd? He? En, juist ook in de contact ook met de leden of de achterban van de VNG? Ja, jeetje, dat is een moeilijke vraag. Uh, Veelomvattende vraag. Want er, er gebeurde natuurlijk in die eerste weken van de crisis uh, enorm veel. Um, en dat, dat geldt hier in de organisatie, maar dat geldt natuurlijk ook meteen in uh, gewoon te bepalen en te duiden van wat speelt er nou bij onze gemeente, waar moeten wij ons nu gaan inzetten. Het was in, in die eerste maanden echt een, een crisissituatie, nu gaan we naar een herstelsituatie, dus daar, daar gebeurt van alles. Het gekke is, door de manier van werken hebben we ook wel uh, heel snel nieuwe vormen gevonden die eigenlijk hartstikke goed werken. Dus uh, als je mijn dag ziet uh, zoals vandaag. Uh -huh. Ik, uh, ik heb uh, vanochtend en vanmiddag al uh, heel snel kun je vergaderingen beleggen met een aantal gemeenten dwars door het land ja. die normaal gesproken twee weken van tevoren moesten worden voorbereid om uh, tot stand te komen en nu hebben we dat in een half uurtje regelen we dat zo, dus dat is echt, er zitten ook wel weer voordelen aan uh, de manier van werken voor een vereniging uh, zoals die van ons. Ja, je, je houdt ook volgens mij wekelijkse zeepkissessies, dat is dan meer voor intern ook bij de VNG dat is ook nieuw volgens ja. mij, Om deze manier ja, de zeepkissessie bestond er wel, maar nu is het online Ja, precies, ja. Ja, ja, en, en wij zijn vanaf uh, wanneer was het 17 maart denk ik allemaal thuis uh, uh, gaan werken ja en ik zocht ook een nieuwe vorm om uh, naar nou, een ene kant uh, uh, informatie te delen maar ook in contact te blijven met elkaar en daar werkt zo'n uh, ja we hebben dan een, een zeepjes online noemen we hem. en dat werkt uh, dat werkt uh, goed en het gekke is het geeft ook een soort gevoel van we zijn even allemaal het half uurtje bij elkaar ja, ja dus er ontstaat een soort nieuwe vorm van uh, contact of connectie ja. Ja. dit zijn ook, ook kansen die deze tijd bieden we gaan vandaag hebben over die gemeente financiën Volgens mij, ja, kansen zijn daar, uh, ja, zeg maar, moeilijk te vinden. Ja. Dit is, ik, net voordat ik hier naartoe ging, zag ik uh, op jouw LinkedIn-pagina trouwens... of ja. deelde je een position paper voor het AO ja. Financiële Verhoudingen. Ja. Wat is het? 2 juli uh, is dat uh, algemeen overleg. Ja. Uh, en eigenlijk, als je daar doorheen leest, uh, ja, dat is natuurlijk niet vrolijk om te lezen. Nee, dat is, nou ja, dit, is, dit is een onderwerp dat staat echt... Uh, uh, Top 1, bij alle gemeenten. Eh, hoe moet je dit nou de komende periode gaan doen financieel? Nou, daar ga je straks verder over spreken. Maar eh, dat gaat dus aan de ene kant, natuurlijk om de, om de compensatie van de extra kosten die gemeenten nu maken de afgelopen eh, periode. Maar daarvoor eh, waren we ook al in gesprek met het Rijk over. Hè, dus de tekorten in het sociaal domein. En dat, dat, dat telt natuurlijk nu op. En uh, we hebben niet voor niks uh, uh, vanochtend zo'n precision paper uh, gelanceerd. Dat is voor de Kamer, voor de Tweede Kamer, die je volgende week daar een gesprek over voert. Want het, het water zit echt wel aan de lippen. Ja. En uh, dat, het, het komt niet snel voor, denk ik, dat, dat wethouders in dat land uh, ja, een beetje echt in een soort actiestand uh, komen. Een hashtag uh, gemeente in nood uh, zag ik al voorbij komen. Beetje. Dat het, het, dit, dit leeft echt enorm. Dus ik denk ook dat het goed is dat we daar nu uh, met elkaar over, uh, over spreken straks. Um, maar uh, dit, uh, dit uh, is echt een uh, prangend onderwerp. En uh, dat, dat is eigenlijk een combinatie van aan de ene kant natuurlijk die, 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 die corona-situatie, maar aan de andere kant ook iets wat al veel langer liep en dat komt nu bij elkaar. Ja. Nou ja, we hebben al eerder wel een paar keer in, in deze dialoog over gehad in deze tijd. Uh, zet, een, zet een vergrootglas op de problemen die er al waren. Ja, en dit was een probleem wat er eigenlijk al was, maar is alleen maar groter geworden door het beroep wat op de gemeente is ja. gegaan. Ja. En dat gaat natuurlijk dat gaat om uh, kosten nu. En dat gaat om de, 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 de financiën rondom de jeugd. Maar als je even doorkijkt. He, dus we, we hebben de vorige dialoog ging bijvoorbeeld over de economische situatie ja. en over de, de kwetsbare groepen in onze samenleving. Ja, en wat daar nog uit voortkomt. Dus het lijkt wel alsof er uit die crisis uh, nog, nog andere uh, echt hele fundamentele vragen voortkomen. die uiteindelijk ook ergens uh, financieel consequenties hebben voor onze gemeente. Ja. We, we gaan er zo over praten met uh, Adi Rabarisson en met Irene Nissen. Is er iets waarvan je zegt: nou, daar, daar moet je in ieder geval wat langer bij stilstaan? Daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar. Irene doet onderzoek naar bijvoorbeeld al die kosten. Ja, nou, ik, ik, ja, ik, ik denk dat dat, dat gewoon hè, dat het beeld van, 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 van Nederland, van hoe zit dat nou en hoe is het, zit er nou bijvoorbeeld nog regionale verschillen? Ik denk dat dat wel ja. interessant is om eens even naar te kijken. Ja. Nou, die, die vraag gaan we dan in ieder geval stellen. Ja. Aan het einde van de uitzending uh, ben je er ook weer. Ja. Gaan we even terugblikken kijken en dan gaan we ook kijken of we antwoord hebben gekregen op deze vraag. Helemaal goed. Dankjewel voor nu alvast. Ja. Ja. Dames en heren, we gaan dus zometeen hier aan tafel hebben... Ali Rabarisson, directeur beleid inclusieve samenleving, financiën bij de VNG. En Irene Nyssen, partner bij AF. En dus een Elvis Felix. Um, daarvoor doen we even weer een kleine wissel. Worden de plekken weer allerlei corona gemaakt, dat soort dingen. In de tussentijd krijgt u een mooie VNG-vlag te zien. En we zien u zometeen weer terug. Welkom terug. Uh, zoals gezegd, we gaan praten over de gemeentefinanciën. Hier aan tafel zitten uh, Adira Barisson, directeur beleid inclusief samenleving en financiën bij de VNG. En Irene Nissen, partner bij AEF. Anderson Elvers Felix en momenteel betrokken bij de verschillende onderzoeken naar de kosten van uh, corona. Um, en uh, u kunt natuurlijk zoals altijd ook weer vragen stellen. Dat kunt u doen door uh, op de QA-knop te drukken. En dan stuurt u die vraag hier naartoe. Die wordt hierachter uh, door mensen ontvangen. En dan wordt uw vraag uiteindelijk hier naar een schermpje voor mij Gestuurd. En die vraag zal ik dan voorleggen aan de mensen hier aan tafel. Um, toch eerst even, Annie, als ik bij jou mag beginnen. Um, om, om heel even de, de omvang van het probleem te schetsen. Want uh, ik heb dus inderdaad de position paper, uh, had ik uh, nou, uh, gedownload. Ik wilde hem gaan printen. Ik heb besloten om me even te beperken tot uh, niet de bijlagen, om maar even zo te zeggen. Want in de bijlagen staan alle gemeenten die even uitleggen hoe het ervoor staat. Dat is. De, ik geloof de bijlage is vijf keer zo dik als het stuk zelf. Hoe erg is het? Ja, je kunt wel zeggen dat het de water ja, staat aan de lippen, zelf eigenlijk wel meer hè, bij heel veel gemeentes. En dat laten ze nu ook gewoon zien. Uh, want het is natuurlijk voor het Rijk altijd wel vrij eenvoudig om te kijken naar macroposities. Uh, macro nou ja, dat je zeg maar naar het totaal kijkt van, het, van, het, van de uitgaven van de gemeente en de positie van de gemeente. Maar dan, dan zie je nog niet altijd direct wat er daadwerkelijk aan de hand is. En gemeenten zijn ook altijd verplicht om hun begrotingen sluitend te maken. Mm -hmm. Dus niet net zoals bij uh, het Rijk zelf, die meer een soort kastboekhouding heeft, die schulden mogen maken, mogen gemeenten dat vaak niet. Ja. Dus dan zie je soms een soort van, ja, dan, dan, het is wat makkelijker om dan ook uh, te denken van nou, het valt wel mee. Maar als je dan de echte verhalen ziet, wat het dan betekent, zeg maar, hè, lokaal bij de gemeente zelf, ja, dan is het beeld vaak veel anders. En dat is je denk je ik wat men ook laat geven? zien. Kan je een voorbeeld geven? Het hoeft niet van de gemeente specifiek, maar dat je zegt, ik bedoel, gaat het om, om een een, 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 een beetje een tekort gaat het over een ongekend tekort. Gaat het over wat? Nou, je ziet dat de financiële posities van de gemeente in het algemeen echt wel verslechterd zijn. Mm -hmm. Dus hun investeringspositie is verslechterd. Dus ze kunnen vaak ook niet meer echt nieuwe dingen doen uh, in lokaal. Hè. Dus dat je mee helpt en de wegen uh, onderhoudt, dan wel zorgt dat er toch ook weer nieuwe gebouwen komt of vernieuwingen komen. Of zorgen dat ook zeg maar, de bibliotheekvoorziening in stand blijft. Dus daar zie je gewoon nu de grote vraagstukken opkomen. Dus daar moet op bezuinigd worden. Wil je nog echt daadwerkelijk je begroting sluiten te houden? Ja. En het is per gemeente verschillend. En dat laten ze in al die brieven zien. Hè? Dat is die prachtige bijlage ja. die je ziet. We hebben, uh, we hebben opgeroepen naar de gemeente om te laten kijken. Wat betekent dat nou? Laat je eigen verhaal zien. En dat zie je zeg maar, daar daadwerkelijk op uh, in al die brieven. En we zijn ook van plan om al die brieven te verzamelen. En dat wordt ook uh, op 2 juli aangeboden ja. aan het parlement. Want dan is er een algemeen overleg. Waar de minister van Binnenlandse Zaken uh, aan het parlement ook uh, moet uitleggen hoe het ervoor staat met de gemeentefinanciën. Ja. Dus vandaar. Ja. Toch even, hè? gewoon als, als zelf, natuurlijk, als inwoner van de gemeente. Uh, de, dan, ja, je, je hebt toch altijd het idee dat, dat dit altijd wel goed komt, dit soort dingen. Uh, dat je denkt van ja, de, 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 de overheid de, die weet het altijd wel te regelen. Is dat, een, is dat een naïeve aanname? Um, nou, het, het, ik, het is de meest spannende situatie aller tijden, denk ik, waar we nu in zitten. Want uh, we hebben wel vaker gedacht, dat regelen we wel met elkaar. Hè? En vaak zijn de posities van de gemeente ook wel wat ruimer op financiën. Maar sinds uh, de decentralisaties uh, van het sociaal domein zijn er echt forse tekorten opgetreden. En er zit ook nog een soort opschalingskorting bij. Dat is zo langzamerhand opgelopen tot 1 miljard. Wat is de opschalingskorting? Um, nou ja, dat betekent zeg maar dat het Rijk heeft een aantal jaren geleden bedacht. van nou, in het kader van de herverdelingen: hè, de, 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 de wat grotere gemeenten te organiseren. Dan zit er ook een efficiëntie in. Uh, de gemeenten kunnen wat goedkoper dan de ja. zaken organiseren. Hebben ze ook bedacht om daar gewoon een korting op te doen? Een soort effic efficiency-korting is ja. het. En die hebben ze door laten gaan, ondanks het feit dat die, ja, die gemeenten niet naar die 100.000-plus hoefden te gaan. Dus dat, dat blijft gewoon doorlopen. Ja. En daar zit gewoon de grote pijn, iedere keer weer: dat dat gewoon ja, steeds onderdelen van je begroting minder worden. Ja. Je, je zegt al, dit, 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 de, de, op zich de uitgangspositie voor corona was al niet goed. Met de decentralisaties, nee. met, de, met de, de, ook de overschrijding in het sociaal domein. Um, dit, 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 ook dit, dit position paper, kan toch niet als verrassing komen voor de Tweede Kamer, eh, voor de Commissie en voor de minister? Of denk je nog dat ze dit openstaan en denken oh, is het zo erg? Nou, ik denk niet dat het, tot een, dat het een verrassing is, hè? want het is iedere keer waar we op hameren. Zorg dat die opschalingskorting eraf komt, zorg dat die tekorten sociaal domein gecompenseerd worden. En nu hebben we natuurlijk ook nog de coronacrisis uh, die er overheen gaat, uh, waarin uh, we ook vinden dat we voor die reële kosten moeten worden gecompenseerd. Het zit ook nog een beetje in de verhoudingen, in die financiële verhoudingen rondom. Uh, gemeente met het, het Rijk, die is niet echt uh, gelijkwaardig, zeg maar. Hè? Dus dat zijn de issues die we al iedere keer uh, neerzetten. Maar nu, ja, de, de urgentie wordt steeds groter. En dat is denk ik nu we het in een, een, ja, toch een goed overzicht hebben en op alle onderdelen gezegd nu hebben van waar gaat het nu over. Ook een heel helder beeld hebben geschetst hoe erg de situatie is en dan ook nog. Uh, ja, met ondersteund met al de verhalen van al die verschillende gemeentes. Ja. Ja. Dat, dat, dat valt als staat ook natuurlijk bij, bij de juiste cijfers. Kunnen ja. vertellen wat de kosten zijn. Irene, daar, daar ben jij mee bezig. Ja. Jij probeert... Niet of... in mijn eentje gelukkig. Nee, nee want dat <laughs> lijkt me hoopwerk. Ja, ja. maar, maar uh, weet je, jij doet onderzoek nu naar, of je probeert in ieder geval uit te pluizen, of hoe mocht ik het noemen, van wat, wat nou die kosten werkelijk zijn van deze, van deze coronacrisis. Ja. ja. Uh, ja, want het, er speelde natuurlijk al van alles. En de vraag die nu ook heel erg voor ligt, is: wat zijn de kosten uh, die inderdaad door die coronacrisis komen? Ja. Um, en dat proberen we inzichtelijk te maken in een aantal verschillende opdrachten, overigens. Um, uh, Eén gaat over. Wat zijn die opdrachten eigenlijk? Grotendeels thuis? VNG. Oké, okay, ja. Uh, Eén gaat over de. Uh, nou ja, wat doen gemeenten zelf? Dus wat hm. zijn de extra kosten of minder inkomsten? Want dat speelt natuurlijk ook nog. Voor gemeenten. Uh, daarnaast een specifieke, uh, ook in opdracht van de VNG over de GGD. Want die staan natuurlijk. Ja, die ja. Hebben nou, ja. Ik denk niet dat iemand zich afvraagt hoeveel die te doen hebben op het moment. Uh, en dan ook nog voor de veiligheidsregio's, die natuurlijk ook gewoon een hele centrale rol hebben gehad, zeker in de afgelopen tijd, want al die noodverordeningen kwamen daar vandaan. Ja. Um, dus uh, nou ja, dat, dat setje van, zeg maar, verschillende hoeken. Dus uiteindelijk zijn dit kosten die allemaal voor rekening zouden komen voor de gemeenten. Ja. Uh, want GGD-veiligheidsregio zijn van de gemeente. Um, uh, en waar dus ook inderdaad de afspraken over gemaakt worden. Nou, dat, dat is steeds ja. met nieuwe inzichten, nieuwe afspraken. Maar dat is dan Ali die dat oppakt. Um, en wij proberen dus helder te maken van waar gaat het over. Uh, wat we doen is ten eerste terugkijken. Dus welke kosten zijn nu gemaakt? Um, we vragen organisaties letterlijk naar de kosten van gisteren. Dus daar zit mm -hmm. echt wel wat onzekerheid in. Want er, zeg maar, iedere, voor iedereen is natuurlijk alle verzeilen bij om het überhaupt te organiseren. Maar in ieder geval een inschatting, zodat we weten waar het over gaat. En een raming voor de toekomst. En daarbij is het eigenlijk. Nou ja, je hebt een stuk in de zomer. En vervolgens het scenario van wat nou als er een tweede golf komt in de herfst. Wat betekent dat? Dat lijkt me best lastig natuurlijk. Want dit is een. Natuurlijk, je doet onderzoek. Tegelijkertijd zit hier natuurlijk ook heel veel politiek omheen. Het gaat uiteindelijk. En politiek in de zin van. Ja, het geld is overal een probleem. Dus het is nogal bepalend hoe jij je vraag stelt. Ja. Of welke cijfers je vraagt. Of als, kijk, als je aan mij vraagt in te schatten of ik geld nodig heb, dan denk ik dat ik op een hoger bedrag uitkom dan dat jij bij mij in mijn portemonnee kon kijken. Dat lijkt me best lastig. Ja, nee, dat is. Uh, het zijn verschillende methodieken voor die onderzoeken. Bij de veiligheidsregio's en de GGD is het, uh, uh, nou ja, zijn de taken redelijk helder. Dus daar hebben we inderdaad met een groepje van de veiligheidsregio's van waar zitten de kosten nou, kostenposten. Onderling vergelijken, doorvragen. Uh, waar zitten ze in? Mm -hmm. uh, en waar zitten ook de, uh, ja, de, de onzekerheden in de inschattingen? Uh, met 25 is dat uh, goed te doen. Ja. Uh, met 355 is dat wat ingewikkelder om dat uh, volledig door te vragen. Uh, dus wat we daar doen is. Uh, op dit moment, die, die, daar zitten we echt nog middenin. zijn we bij een beperkt aantal gemeenten. Uh, dieptestudies aan doen. Dus echt met die gemeente aan het uitpluizen. hoe zit het precies bij jullie? Um, en uh, dat is voor alle gemeenten die kijken heel belangrijk. Uh, tussen 1 en 6 juni uh, wordt een uitvraag uitgezet bij... Juli? Juli, uh, juli ja. ja. Um, sorry, uh, juli. Um, zeggen we tegenwoordig, you know ja. in juli, niet waar. Ja, ja, ja. Um, het uh, wordt een uitvraag uitgezet bij alle gemeenten. Dus die wordt naar de gemeentesecretaris ja. verzonden uh, met de vraag van... oké, okay, dit beeld wat we nu hebben opgehaald, klopt dat ook voor jullie? Zo nee, onderbouw. Oké. Okay. Um, en dat beeld hebben jullie opgebouwd gemeen... op basis van publieke informatie of vragen die je al daarvoor hebben gesteld? Vraag, ja. Vooral vragen die we daarvoor ja. hebben gesteld aan gemeenten. Dus het eerst, eerst puzzelen uh, waar zitten de grootste brokken. Want ja. Ik bedoel, ja, alle organisaties in heel Nederland hebben extra kosten. Ja. Uh, maar je bent inderdaad op zoek naar uh, wat echt de, de grote uh, punten ja. zijn op het moment dat je zo'n korte doorlooptijd hebt. Want op 10 juli moet het opgeleverd worden. Ja. Toch even, want je noemt nu gelijk 10 juli. Uh, maar Aan, je had net over 2 juli is dat AO. Hadden we het niet al moeten hebben eigenlijk? Ja, nou ja, het was wel moois uh, geweest ja, natuurlijk als het uh, was gelukt. Maar nee, dat hebben we nu op dit moment niet klaar. We hebben... Uh, ook gedacht dat het richting BOV, en dat zou eerst half juli plaatsvinden, ja. en dat was een goede onderbouwing zeg maar, voor, uh, voor dat moment. Ja. En dat is het bestuurlijk overleg wat we als mede-overheden hebben met uh, de fondsbeheerders zoals Binnenlandse Zaken en uh, de staatssecretaris van Financiën. Dat verschuift nu enigszins uh, naar uh, half augustus. Dus op dat moment, uh, da daar worden ook de afspraken gemaakt natuurlijk ja, ja. met elkaar over de coronacrisis. Uh, dus, ja. uh, dus dat is op tijd in ieder geval. Ja, nou, misschien toch, hè, Irene, in de, in de beslotenheid van deze on uh, online webinar. Ja. Uh, eh, eh, heb je al wat zicht eigenlijk? Heb je nu al gewoon een beetje een beeld? En uh, gewoon over de, over de omvang. Hebben we het over een, een verdubbeling van de kosten, een vertienvoudiging van de kosten? Kan je daar iets over zeggen? Ik denk dat ik hier net durf te zeggen dat het geen vertienvoudiging is van de reguliere gemeentebegroting. Maar, zeg maar de omvang, uh, ze ja, voor, zeker voor gemeentebreed, uh, daar zijn we niet. We zitten midden in die diepte studies. Dus ja. de, uh, de eerste beelden van uh, waar, waar, waar zie je grote kostenposten zitten, uh, nou ja, sowieso zie je natuurlijk bij de GGD dat bron- en contactonderzoek. Um, ja. Uh, ja bedoel, Dat is de afgelopen tijd natuurlijk nog niet zo heel veel gedaan, maar uh, dat wordt nu natuurlijk heel erg opgepakt. En ook voor, voor in de herfst is dat wel de bedoeling dat dat doorgaat. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk een enorme dot-werk en dat, dat, uh, daar, daar zit veel, uh, zitten veel kosten aan. Um, bij gemeenten zie je ook wel dat het uh, veel derving van inkomsten is. Hm. Uh, dus parkeerinkomsten, toeristenbelasting, maar dat zijn natuurlijk specifieke gemeenten waar dat meer voor speelt dan voor anderen. Um, en dat maakt het ook meteen heel lastig om het plaatje voor het hele land uh, te leggen, want je ziet dus ook wel verschillen tussen gemeenten, want dat is ook afhankelijk van wie krijgt die inkomsten meer of minder. Ja, en ook, uh, want uh, Pietje Roos vroeg net ook al, van uh, zijn er echt regionale verschillen? Zie je die al echt? Nou ja, op basis wat we zien is, ik heb het GGD-onderzoek in veiligheidsregio, uh, daar zijn we wat verder. Daar zie je dat, daar zie je inderdaad die coronaregio's, Brabant Limburg. Um, ja, daar zie je dat meer. Ja. Uh, daar is gewoon is meer gevraagd ja. tot nog toe al. Um, bij gemeenten, uh, nou ja, iets van contouren uh, denken we daar ook wel te zien, maar nou ja, met uh, zo'n beperkt aantal gemeenten waar je diepste studies doet is het, uh, uh, ja, kan je, kan je moeilijk echt harde conclusies trekken over regionale verschillen. Dus ja. uh, door de oogharen uh, ja, uh, uh, blijft dat ook staan straks als uh, hopelijk alle gemeenten die uitvragen ingevuld hebben. Altijd nog extra toetsen natuurlijk. Ik, ik vraag het ook even, want als ik uh, natuurlijk aan de plaats van de directeur vraag en aan Ali vraag, dan zeggen al allebei gelijk van het water staat aan de lippen. Dat was al zo voor de corona, Dat volgens veel gemeenten. Okay. Dus tot... Ja, dus dan komt er nu nog een golf bij, dus dan gaat het over de lippen. Check ik even. Gewoon als ik we onderzoek... um, Die check hebben we niet gedaan. Oké. Okay. Het ja. is altijd een beetje lastig als onderzoeker. Kijk, ik zie ja. ook dingen gebeuren. We zijn ook bezig met het onderzoek naar de jeugdkosten. Uh, um, dus daar, en, en daar is natuurlijk ook al heel lang discussie over. Um, maar uh, de feitelijke vraag, uh, is het water nu over de lippen? Die ben ik niet aan het onderzoeken. En dan vind ik het ook lastig om ja. daar echt uitspraken over te doen. Daar hebben we echt ali voor. Het okay. okay. ja, ook gaat de... als ik dat ga doen, hè? Want ja. dat, um, ik bedoel, je kan geen objectief onderzoek meer doen tenzij dat inderdaad de vraag is. Ja. Um, maar kan je geen goed objectief onderzoek doen op het moment dat je dat soort vooronderstellingen hebt. En okay. ik, bedoel, ik denk dat ik hoop dat de VNG ons ook juist gevraagd heeft, omdat ze weten dat um, wij niet altijd het antwoord geven dat de opdrachtgever wil en daarmee ook de geloofwaardigheid hebben. Is wel Je kijkt even checken naar Ali, maar ik heb het vermoeden dat dat waar is. Ja, dus. Maar het is een goede check, was het even. Um, nog een, een hele praktische onderzoeksvraag. Ik bedoel, uh, uh, we zijn, althans, uh, gewoon, uh, normale Nederlandse inwoners zoals ik, zijn gisteren overvallen eigenlijk door de ruimte die er nu in één keer wordt gegeven. We hadden een beetje in ons hoofd, dit wordt september ongeveer. Dat lijkt me ook lastig. Dan ben je een onderzoek aan doen. Ik bedoel, voor gemeenten verandert ook in een keer iets. Ze moeten in één keer allemaal geld gaan regelen voor om evenementen te gaan organiseren. Dat zingen. Dus we heb je net je onderzoeksvragen uitgezet en dan besluit het kabinet de spelregels te veranderen. Ja. Hoe doe is, je dat? Het is een bewegend doel. Ja. Um, dat weten we ook allemaal. Okay. Uh, dus op een gegeven moment is de tekst: uh, we werken vanuit bepaalde scenario's. Uh, en dan kan het inderdaad zijn dat het scenario verandert. Uh, ik bedoel, we weten ook niet of er in de herfst de tweede golf komt. Laten ja. we hopen van niet. Um, Gaan we wel vanuit in, in, in zo'n scenario? Okay. Um, dus het is inderdaad scenario's. En uh, door die scenario's ruimte te definiëren, kan je ook kijken: oké, okay, in het ene geval gebeurt er dit, in het andere dat. Toegegeven, we zitten er misschien tussenin. Uh, dan kan je, heb je in ieder geval een schatting. En daarnaast is het ook zo: wij geven een indicatief beeld dat in zekere zin bedoeld is om het eerste gesprek te voeren en ook nou ja dan kan het rijk ook het geld reserveren dat betekent nog niet dat dat ook is wat er uiteindelijk overgemaakt gaat worden want dat is natuurlijk ook die bandbreedtes zijn gigantisch ja. ja wat scenario's betreft de, de zeg maar de, de vaste vng dialoogkijker die weet precies hoe het werkt want vorige week hebben we een hele uitzending gepraat over de scenario's en hoe hoe dat werkt um, uh, Annie, ah, toch even, want dit, de, uh, je merkt natuurlijk je probeert de cijfers boven water te krijgen. Je probeert zo goed mogelijk zicht te krijgen. Um, uiteindelijk hoop je daarmee ook een verhaal richting de Rijksoverheid, onder andere, te kunnen brengen: van luister, we hebben hier een probleem. De Rijksoverheid heeft ook een probleem. Dus uh, hoe, hoe, wat voor gesprek wordt dat? Nou ja, een deel van het gesprek is al gevoerd, natuurlijk um, afgelopen maanden. En er liggen gewoon zware toezeggingen, ook aan de kant van het Rijk, om een, uh, om een compensatie te geven van de reële kosten die gemeente maken. En, uh, en dat is ook nog opnieuw bevestigd, ook in de brief die uh, de minister naar de Kamer heeft gestuurd. Uh, en ook in een tweede gesprek dat we hebben gehad. Dus uh, daar houden we ze wel aan. Ja. Um, en natuurlijk, dat blijft altijd een strukkel uh, uh, of je dat daadwerkelijk ook krijgt. Uh, we hebben natuurlijk de eerste uh, tranche, er al, is tenminste al toegezegd, hè? gaat over 560 uh, miljoen. Uh, als het goed is, komt aan het eind van deze week of begin volgende week. Komt dan ook daadwerkelijk de verdeling daarvan, zodat iedere gemeente ook zo we, een beetje weet wat hij krijgt, dat het Binlandse Zaken zouden doen. Dus dat scheelt ook alweer. Dan heb je ook een beetje een beeld van wat je, wat je tegemoet uh, ziet komen. Ja, en je ziet gewoon op, op onderdelen dat het, ja, weet je, met één. Uh, uh, Departement gaat het wat makkelijker, het gesprek, ja. om daadwerkelijk ook die uh, reële kosten in beeld te krijgen en te compenseren. En de ander is het gewoon wat lastiger. Dan is het gewoon, nou ja, ja, ik wil geen oorlog zeggen, maar wel een beetje vechten van ja. uh, om dat boven water te krijgen en het ook voor elkaar te krijgen. Ja. De, dus dat de, is het lijkt me zo lastig. Kijk, de, um, uh, uiteindelijk praat je ook altijd, uh, we zijn één overheid. En nu heb je eigenlijk dus overheden die onderling met elkaar aan het discussiëren zijn over het geld. Dat is best lastig soms, denk ik, voor, uh, zeker als je niet in de overheidwereld zit, om dat te begrijpen. Ja, ik Want wil ik, nou, het ook. Ik... Het, 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 het is allemaal publiek geld, nee, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou, ik ik zou het ook... Corona doen we nog nooit. Ik zou ja. ook echt wel willen dat het leven wat gemakkelijker was ja. in de, in de, op dit punt, eerlijk gezegd. Ja, en ik vind het ook echt niet. Altijd, het is gewoon ook niet prettig dat je nee. iedere keer dat met elkaar moet bevechten, omdat ze een, op een goede manier doen. Maar het, het ligt ook een beetje in die verhoudingen. Hè? Uh, aan de ene kant zijn heel veel taken naar, de, naar de, uh, de lagere overheden gegaan of naar de medeoverheden gegaan. Maar het geld is eigenlijk nooit meegegaan op diezelfde manier. Hè? Dus dan blijf je eeuwig dat gevecht. En dat is ook een van de discussiepunten. Uh, met het Rijk, we willen een wat meer gelijkwaardige positie. Dus ook zorgen dat als je een toets doet op welke taken naar, uh, naar uh, de gemeente gaan, dat die toets gewoon ook op een goede manier wordt gevoerd. Ja. En, ja, en als je er niet uitkomt met z'n tweeën, dan maar iemand anders uh, als een onafhankelijke partner die kijkt: van ja, zo zit het en het moet over. Hè? Zoveel geld moet het zijn. En ja. dan, dan, of je krijgt een groter eigen belastinggebied, zodat je er zelf over gaat, zeg maar. Uh, als uh, gemeente, dan heb je wat gelijkwaardige en dan heb je ook niet steeds die rare verhoudingen waar we nu in zitten. Zeg maar. ja, dus vreemd genoeg zou dit misschien best een moment kunnen zijn om dat gesprek ook te versnellen. Ja, ik denk dat dat ook wel gebeurt. Ook ja. zo richting nieuw, uh, nieuw kabinet. Dit zijn wel de onderwerpen waar het dan ook echt over gaat, om dat ja. uh, goed met elkaar te doen. Ja. Want hij, hij, het is gewoon te scheef en je wil niet steeds iedere keer over geld hebben. Hè? Nee. Uh, je wil het gewoon even hebben over hoe gaan we met z'n allen dit uh, aanpakken en oplossen. Ja. En iedere keer is de bereidheid, en dat hebben we afgelopen maanden ook gedaan, hè, gewoon bereidheid om samen die crisis aan te pakken. En dat staat gewoon de hele, het hele apparaat staat gewoon klaar. De GGD staat gewoon klaar. Maar ja, dan moet je er ook op kunnen vertrouwen dat de afspraken die aan het begin zijn gemaakt, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. En niet halverwege het spel zeggen van jongens, ja, wij moeten ook bezuinigen. Dus uh, jullie krijgen het niet. Ja, weet je, dan, dan heb je het ook wel een, Dan krijg je een hele rare verhouding met elkaar. Ja. Ja. Ik check even, en dan kom ik zo bij jou, Irene. Dus mensen kunnen nog steeds vragen insturen uh, via de QA-knop. En er is dus, vraag gelijk even voor jou, Irene, voordat je hierop inspringt. Er is namelijk iemand die vraagt: uh, uh, Pieter Simpelaar die vraagt. kijken jullie ook naar, de, naar de, uh, uh, de mindere uitgaven die gemeenten doen? Want je, je onderzoekt de kosten, maar je kan ook zeggen: ja, Zeker. sommige dingen vallen ook weer mee. Zeker. Uh, we kijken naar inderdaad de extra kosten, we kijken naar uh, minder inkomsten, we kijken naar minder uitgaven. Uh, en ook naar uh, wat je nog verwacht, uh, bijvoorbeeld voor uitgestelde dienstverlening. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar die, die JGZ-taken, uh, uh, nou ja, het, het een en ander is doorgelopen, maar uh, heel veel kinderen zijn ook niet gezien. En dat moet nog wel ingehaald worden. En ja, dat, als je dat niet kan doen met de mensen die je hebt, moet je daar mensen voor gaan inhuren. Uh, nou, in dit geval is dat nog lastig, want er is een arbeidsmarktprobleem. Maar um, sowieso, inhuren is dan duurder en dan maak je dus extra kosten. Uh, dus uh, ook daar, de, uh, dat zit er ook in. Op voor punten zijn nou de uitgaven echt een stuk minder geworden? Wat, wat kom je tegen? Uh, vaak zit dat, is dat ook wel weer gerelateerd aan de minder inkomsten. Okay. Uh, omdat inderdaad als er dan extra dingen gedaan worden... en zeker als daar iets in een flexibele schil zit... dan vallen daar dan ook weer de, de uitgaven ja. voor weg. Of als okay. daar nog iets ja. voor ingehuurd wordt of zo. Dus, uh, dat zijn vaak, dus vaak valt dat een beetje tegen elkaar weg. In ieder geval dat, dat zie je bij GGD en veiligheidsregio's. Bij gemeenten hebben we dan nog niet helemaal het zicht op of dat ook... Uh, maar dat ja. hangt er ook van of de, de parkeerchecks nog steeds rondrijden, zeg ja, maar, ja, dus in de ja, ja. coronatijd. Ik kan in stinkt, praktijk ja. zeggen dat dat zo is, maar dat is een ander punt. Dat is dat dat is, ja, precies. Je wilde net nog iets reageren trouwens bij Ali. Nou, ja. ik kijk. De, um, uh, op het moment dat je, zeg maar, je hebt het reguliere verhaal en je hebt het crisisverhaal, en ergens is ik bedoel, de de coronacrisis als start voor hoe doen we dat met financiële verhoudingen, is een hele interessante. En tegelijkertijd ook als het gaat om gemeentelijke belastingen, kom je dan meteen op een heel principieel punt. Uh, want op dit moment als je het door de rijksoverheid laat doen, dan zeg je we zijn solidair met Brabant en Limburg omdat die toevallig de pech hebben gehad dat daar tijdens de carnaval ja. het het is rond gaan waren. Op het moment dat je zegt regelt via je gemeentelijke belastingen. Uh, dan doe je daar natuurlijk iets heel anders mee. Ja. Uh, dus dat zijn nog wel hele mooie fundamentele vraagstukken waar, ja. waar je dan meteen opkomt. En ook daar zit echt wel een verschil tussen binnen- en buitencrisis. Ja, nou ja, dat is wel inderdaad ook uh, uh, eigenlijk weer zo'n vergrootglas van deze tijd, die juist die tegenstelling dan nog groter maakt. En vragen oproepen over die solidariteit. Ja. Ja. Uh, en, uh, nog even een andere vraag trouwens, is het? Want dit soort, dit soort vraagstukken um, kan ook leiden tot werkelijke verandering in die gemeentelijke organisaties. Zie je dat ook al? Zie je al dingen waarvan je zegt, nou, dit is nog voorbij de noodmaatregelen, voorbij alle uh, zeg maar, uh, eerste acties? Daar zien we ook echt gemeenten al anders functioneren, anders misschien zelfs met hun financiën omgaan. Um, ik, ik denk dat we dat overal zien. Ja. Kijk, Siri heeft ook een antwoord. Ja, ja. ik hoor het. Ja. <laughs> uh, ik denk dat we dat overal zien. Niet alleen ja. bij gemeenten, maar in de hele maatschappij. Ja. Um, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik doe mijn werk nu ook anders dan een ja. paar maanden geleden. Um, we nemen hem qua onderzoek niet mee. Mm -hmm. uh, ook omdat het gewoon. Um, ja, aan de ene kant uh, kan je je voorstellen dat er inderdaad meer op afstand gedaan ja. wordt. En dat dat ook iets betekent voor kostenstructuur. Aan de andere kant kan je je ook voorstellen dat iedereen straks. s'nachts om weer op de eigen werkplek te zitten. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Ja. Um, maar op zich is dat iets wat, waarvan we dus zeggen. voor de onderzoek. nu nemen we ze niet mee. Uh, en dat zou echt iets zijn als je snapt wat het betekent. Uh, dan kan je daarnaar gaan kijken, maar op dit moment, um, het is al schieten op een bewegend doel. Ja. Um, uh, wordt, dan dit dan wordt koffiedek ja, kijken. Oké, okay, heel <laughs> goed. Iedereen tot slot. Um, uh, je gaf wel even aan, dus in die, in die eerste week van juli. Kunnen mensen een brief verwachten, in ieder geval bij de gemeente secretaris, van, nou, kloppen deze gegevens? Per dit per is het beeld wat we hebben per mail. Ja, sorry, per mail natuurlijk. Ja, geen brief. Per mail. Um, um, uh, wanneer, Als mensen zeggen, ik, ik wil dit volgen. Ik wil weten wanneer de uitkomsten zijn. Kan ik dat ergens online bekijken? Of moet ik de eerstvolgende ledenbrief van de VNG afwachten? Wa waar, waar kunnen we meer informatie vinden? Ja, ik vrees dat ik daar toch even naar de opdrachtgever moet kijken. Ja, Oké. Okay. <laughs> kijken we naar de opdrachtgever, Annie. Ja. Nou ja, voor rond 10 juli zou het uh, bekend moeten zijn hè, wat het ja. is. Dus uh, ik denk tegen die tijd uh, moeten we natuurlijk even kijken wat de uitkomsten van het uh, onderzoek is. En dat zullen we dan ook daadwerkelijk uh, met de leden gaan delen. Dus okay. het is niet ja. iets dat... Uh, Blijft. Mensen die nu kijken, die kunnen misschien ook denken ja. van ja, er, er is nu zo'n position paper richting ja. 2 juli. Um, is er van ons nog actie uh, nodig? Uh, moeten we nog uh, een, een, een social media bombardement starten richting kamerleden? Moeten we nog, uh, 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 ja, je moet altijd oppassen met bussen naar Den Haag komen. Maar um, verwacht je nog iets van de... De leden van de VNG zelf eigenlijk? Nou, we hebben natuurlijk al de oproep gedaan uh, van de brieven hè, om die ook te sturen. En dat is, uh, daar is ook groot gevolg aan uh, gegeven. Dus dat is mooi. Er zal ook een uh, delegatie uh, aanwezig zijn in Den Haag. Dus uh, dat is ook uh, geregeld. En we bekijken nog even deze week uh, of er nog extra acties is. En dan zullen we de gemeente ook zo snel mogelijk informeren als er nog extra dingen komen. Die tweede ronde van compensatie, daarvoor zei je, dat is in, in half augustus. Is daar weer een overleg? Wanneer kunnen gemeenten daar iets van verwachten? De uitkomst van dat gesprek? Uh, nou ja, dan is het denk ik eind augustus dat we dan uh, meer weten... over wat er dan uh, ligt voor de volgende ronde qua compensatie. En ondertussen gebeurt wel, kijk rondom GGD... Hè, daar is uh, het onderzoek nu ook van uh, bekend. Ja, En daar zie je gewoon de nood is veel hoger. Uh, en daarvan heeft de VWS al aangegeven... Nou ja, op het moment dat, het, dat uh, de regio's ook zo ver zijn, de veiligheidsregio's... Om daar uh, declaraties voor op te stellen en te maken. en uh, op te sturen naar uh, VWS. dan zal ook wel sneller daar de, naar het geld uh, toe gaan. Ja. Dus dat, dat, het een hoeft niet op het andere te wachten. Dus dat uh, gebeurt wel. Nou, we, we wachten het af en we wachten natuurlijk onderzoek ook af. Mag ik jullie heel erg uh, danken? Irene Nisse, aan Irene dank jullie wel. Dank. Ja. Dames en heren, um, zeker nog heel even blijven zitten, want we gaan weer een uh, wisseling doen. Uh, Marco Zanoni neemt zo weer plaats, directeur COT-Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Um, uh, normaal gesproken praat hij ons sowieso altijd bij over de actualiteiten van deze week en de verwachte actualiteiten voor komende week. Vooral dat laatste is natuurlijk altijd lastig, maar we proberen het toch. Dit keer gaan we iets langer met hem praten, want hij heeft ook een gespreksagenda gemaakt om te zorgen dat u in uw gemeente ja, eigenlijk het juiste gesprek kan voeren. Daar gaan we het zo meteen met hem over hebben. Um, u krijgt weer even een VG-vlag te zien. Welkom terug bij deze VNG-dialoog in coronatijd. Uh, we gaan praten met Marco Ononi, directeur COT-Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. En we gaan hebben over de gespreksagenda transitiefase coronacrisis. Uh, een overzicht van mogelijke bestuurlijke gespreksonderwerpen. Uh, Marco, wa waar gaat dat over? Dat gaat over een breed scala aan onderwerpen waarvan we denken het is belangrijk om het daarover te hebben met elkaar. Om een dialoog te hebben met je eigen professionals, in je, in je college, met de raad... En dat varieert van een onderwerp zoals net benoemd, natuurlijk heel cruciaal, de financiën. Ja. Maar ook de kwetsbare groepen, de nazorg. En eigenlijk alle onderwerpen waarvan je weet dat daar keuzes te maken zijn. Nu, over een paar maanden, bij de begrotingsbehandeling. En waarbij het toch loont om daar van tevoren met elkaar goed over te spreken, voordat je die keuzes maakt. Maar waarom denk je dat het nodig is om zo'n notitie te hebben? Dit, je zou toch denken, dit, hier zijn mensen zelf mee bezig. Hier denken ze over na. Ja, wat we wel merken, eh, dat er natuurlijk de hele dag door over corona wordt gesproken en over de impact. Tegelijkertijd moet er zoveel gebeuren de hele tijd. Alle overleggen staan borden vol met ja. stukken en agendapunten. En het moment van reflectie, even tijd nemen. Wat wil ik eigenlijk? Maar ook wie wil ik nou zijn als gemeentebestuur, als gemeente. Eh, dat zo in samenhang bespreken gebeurt eigenlijk nog maar heel beperkt. Ja. Het is veel meer op dossier of eigenlijk casusniveau. Ondernemer X, Markt I. En dit dwingt je, nou het dwing is een groot woord, maar het, het zou je moeten bewegen om daar overheen te kijken en na te denken. Wat is die opgave? Waar wordt het spannend? Ja. En als wij denken dan wie wij willen zijn, wat betekent het dan voor keuze die wij maken? Richting ondernemers, richting kwetsbare groepen, um, maar ook op, op, op hele andere onderwerpen. Um, evenementen zal een onderwerp zijn ja. en er zijn er nog meer. Ja. En, en, en deze agenda die is uh, uh, door jullie opgesteld? Dus ja. Samen met de VNG ja. en samen met, met verschillende professionals hier. En ook input gebruikt uit uh, bijvoorbeeld de werkgroep Halsema. Ja, maar ook die we eerder hier hebben besproken precies, ook. Maar ja. ook de eerdere adviezen van de planbureaus. Uh, dat is vaak aan het Rijk gericht of soms zelfs internationaal ja. gericht. Maar er zitten ook zaken in die lokaal kunnen spelen. Bijvoorbeeld het advies om ga je nou anticyclisch uh, um, investeren? ga je ja. nu bijvoorbeeld juist de bouw verder helpen. Onderwerpen ja. die landelijk ook spelen. Maar natuurlijk allemaal ook doorcijfelen, lokaal. Ja. Dat is wel interessant, want je, zoals je het nu ook doet, je, het zijn allemaal vragen. Ja. Het is eigenlijk een lange lijst met allemaal vragen, dus hè, verdiepende vragen. Uh, um, bijvoorbeeld maatschappelijke dialoog en participatie. Wie moet er spreken om zicht te krijgen op de lokale impact, op zorgen, op kansen. Eigenlijk zijn het allemaal vragen die jullie stellen aan lokale bestuurders. Ja, het zijn allemaal vragen, voor een deel basisvragen. Het zijn uh, uiteindelijk twaalf thema's, het zijn een paar kernvragen. En dat varieert van: heb je een risicoanalyse? tot heb je zicht op de kwetsbare groepen en dan de bestaande kwetsbare groepen, maar ook de nieuwe kwetsbare groepen, zoals in het, uh, in het rapport van Halsema staat. En een aantal vragen daaromheen. Want als je daarover gaat spreken, um, heb je bijvoorbeeld al een overzicht van de, de, de toename in de bijstand tot en met, uh, wacht even, de voorzieningen die je had, voor dak en thuislozen bijvoorbeeld. Wanneer lopen die eigenlijk af en weet je al wat je daarna gaat doen? Ja. Nou, zijn er allemaal onderwerpen en vragen die iets moeten triggeren? En misschien dat je bij. Als ik, ik heb het ja? voor, bij al deze vragen die je nu stelt, dat als ik nee antwoord, dat ik het dan iets niet goed heb gedaan. Je <laughs> uh, uh, ik, ik kan een aantal antwoorden hebben. Je kan op het moment dat je doorheen gaat denken. Uh, oh, dit is gewoon eenvoudig. zit gewoon zo. Je kan denken, dat hebben we al lang geregeld. Je kan denken, dat weet ik eigenlijk niet, maar vind ik ook niet zo erg. Of je kan denken: goede vraag. Waar moet die nu agenderen? In mijn college, in het overleg met mijn collega-wethouders in de regio. Dus het moet je vooral triggeren. Je hoeft niet het gevoel te hebben dat je het niet goed hebt gedaan. Als je maar heel bewust denkt en kunt uitleggen, naar jezelf toe allereerst... waarom je ook daar niet verder over hoeft na te denken. Je kunt niet alles tegelijk, je moet kiezen. Ja. Nu, nu zeg je, het zijn twaalf uh, uh, onderwerpen. Ik, 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 ik kom hier tot elf dus misschien is het center elf of misschien is het al stiekem een twaalf? Er is evenementen nog niet toegevoegd, ah, maar sinds kijk. gisteren zitten er van ja, evenementen je, je moet toch uh, daar precies. ook echt wel wat, ja. uh, wat hulp op bieden. En, en hoe ben je nou tot deze twaalf gekomen? Je zegt we hebben daar met elkaar over gehad, is dat heb je dek je daarmee het hele veld zeg maar, alle vragen? Of denk je van nou dit dit is gewoon zover als we nu komen? Het is uh, zover als we nu komen, maar wel um, lezend door al die rapporten heen. We hebben een aantal bestuursconferenties uh, in het land bijgewoond, gesprekken begeleid en de gedachte: waar gaat het nou steeds over? Ja. Uh, en op een gegeven moment moet je, moet je met elkaar kiezen: dit is het. Ja. Er komt vast een onderwerp bij, er komt vast over drie maanden nog een onderwerp. Maar dit zijn wel de onderwerpen van je merkt, waar het nu over gaat. Uh, een onderwerp als participatie kwam ook vandaag in een sessie met gemeenten weer heel prominent terug. Maar ook in simpele vragen: hoe ga je de zomer in en wat doe je met je gemeentelijke faciliteiten, die voor een deel dicht zijn nog? En tegelijkertijd wil je iets sociaals doen in die wijken, ja. betekent dat dat je, je meer heel meer veel thuis. gaat doen. Nou ja. Ga je extra activiteiten organiseren? Ja. Ga je wijkgebouwen weer open? Ga je zelf wat meer open als gemeente? Of denk ja. je toch, wij blijven voorlopig even dicht. Het ja. is aan anderen om iets te organiseren. Ja. Nou, het antwoord maakt eigenlijk niet eens uit als je maar kijkt waar moeten wij het met elkaar over hebben, omdat we... Toch eigenlijk wel belangrijk vinden wat er achter die vraag verborgen staat? Er zitten uh, rubrieken bij waarvan ik, denk, nou begrijp, begrijp ik, hè? dat is een openbare ruimte, lokale economie, ook wel waarvan ik zelf nou best wel verrast was eigenlijk. Hè? Uh, rouw, herdenken en nazorg. En even kijken, ik kan even kijken welke vragen dat zijn. Dus dan komen we bij categorie 9. Mensen kunnen dit zelf trouwens ook allemaal online terugzoeken. Uh, 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 ja, uh, um, Verwachten, waarderen zij een rol vanuit het gemeentebestuur? Bijvoorbeeld een verpleeghuis? Dat, dat soort vragen. Ja, wat we merkten zijn, uh, zeker de verpleeghuizen in de situatie daar, er zijn soms 10, 12, 25 mensen overleden. Als we niet in coronatijd hadden gezeten, was dat een ramp geweest. Was er een heel nazorgplan van aanpak geweest. Een herdenkingsdienst met de burgemeester erbij. En een maandenlang programma om hulp te bieden en om te steunen. Um, nu. Is er in elke gemeente een slachtoffergeval, Op sommige plekken wel echt meer. De burgemeesters weten in de meeste gevallen niet wie dat zijn. Uh, er zijn ook mensen overleden. of het niet helder is of het corona is, is of niet. Maar dat hele element van wat normaal nazorg zou zijn en rouw. dat is nu wat verborgen. Terwijl dat leed is er wel. En normaal doen we dat met elkaar. omdat we weten dat het heel veel impact heeft op een gezin. Dat kan mensen raken in hoe ze in hun werk zitten. en ziekmeldingen van alles. En niet als de overheid het wil oplossen. maar op zijn minst het aanbod om laagdrempelig hulp te kunnen, kunnen bieden... en niet achteraan op de wachtlijst te komen in de WMO bijvoorbeeld. Um, dat is normaal echt de moeite waard. En nu is de vraag, ga je bijvoorbeeld actief op zoek? Wil je weten wie dat zijn? Ga je zeggen, u kunt zich bij ons melden... Ja. en we gaan u proberen te helpen als u problemen heeft? Er is nog geen nationaal herdenkingsmoment. Wil je daarop wachten? Uh, of zeg je, ja, misschien Ging is er behoefte? Dat gaat er zeker komen. Ja. En dat is natuurlijk wel een, een timing van wat is dan een geschikt moment. Naarmate die tweede golf wat verder of minder reëel lijkt... Er zal een moment eerder komen, maar er zal een nationaal moment zijn. Sommige gemeenten hebben al een moment gehad of geloofsgemeenschappen, ja. hebben bijvoorbeeld de burgemeester gevraagd aan te sluiten. Um, maar monumenten, er worden, op sommige plekken zijn er al monumentjes gemaakt. Nou, normaal zijn dat best grote onderwerpen na, na een ramp. Um, en nu simpelweg de vraag: wil, wil je daar iets mee? Wil je contacten overleggen? Ja. Heb je er al gedachten over? Het antwoord kan zijn: we wachten op een nationaal moment. Het hoeft niet. Mensen hebben zich niet gemeld. Blijkbaar geen behoefte. Of het kan zijn: we weten het eigenlijk niet. Misschien moeten we iets op gaan zoeken. Het is wel grappig. Maar je zegt nu: inderdaad, geef je twee mogelijke antwoorden. Ik, ik zat natuurlijk heel erg snel te bladeren naar de achterkant. Uh, om te kijken waar de antwoorden stonden. Um, uh, Want ik dacht: ja, je, je hebt vast ook wel ideeën wat het antwoord zou moeten zijn. Ja, dit, dit, uh, het is heel verleidelijk om ook op elk van die vragen daar ook iets van te vinden. Wat we merken, en dan ga ik terug naar wat, wat ik eerder zei... er zitten een paar hele fundamentele, principiële keuzes achter. Dus een van de rubrieken is, is ook, wat zijn de bestuurlijke principes? Op dossierniveau of, of op voorbeeldniveau kan je zeggen... ja, we gaan die ondernemer helpen. Mm -hmm. Een metaniveau is, wacht even, als wij schaarse middelen hebben... en we hebben al die groepen, als we die ondernemer helpen... dan hebben we misschien geen geld meer om die kwetsbare groepen ja. op te zoeken... Uh, zodat we preventief meer kunnen doen. Dus waar besteed je je euro, waar besteed je je ambtelijke capaciteit aan... Ja. En wat voor overheid wil, wil je zijn? En dat is de hoofdboodschap eigenlijk. Zoek naar waar het ingewikkeld wordt op die dossiers. Waar je bestuurlijke richting moet geven. Omdat je anders ja, jezelf veroordeelt tot kleine discussies op elk mogelijk voorbeeldje. Maar ook jouw eigen mensen en ook jouw partners niet zo goed weten hoe het bestuur erin zit. Ja. Uh, dus echt naar de achterliggende principes. En dan pas kan je die antwoorden geven. Als jij vijf principes hebt, inzet op preventie aan de voorkant. We doen wat we doen, daar verkleinen we de kloof tussen arm en rijk mee. Nou, een paar zes of zeven van die spelregels. En je zou dan naar die vragen kijken, dan komen de antwoorden bijna vanzelf. Ja. Als je geen principes hebt, het klinkt wat onaardig, iedereen heeft principes, maar geen expliciete bestuurlijke nee. keuzes hebt gemaakt, dan is elk van die subvraagjes een discussie op zichzelf. En daarmee word je ook niet voorspelbaarder of betrouwbaarder ja. als overheid. Maar dit proces, dus stel, ik zit in de gemeente en wij hebben die principes niet geëxpliciteerd. Uh, en dan krijg ik uh, deze vragenlijst. denk ik, ja, heel eerlijk gezegd, werk ik op dit moment al van ochtends zeven tot avonds uh, tien. En ik heb hier, nou, ik denk bij elkaar, als ik ze optel, misschien wel een stuk of, uh, nou, wat zou het zijn, 90 vragen. En elke vraag in zichzelf bergt nog ongeveer vijf vragen. Ik heb, ik heb hier helemaal geen tijd voor. Ja, dat, dat zou je toch moeten maken, vrees ik. Um... Juist ook in deze zomerperiode, reflectiemomenten. Um, echt even uit de hectiek van nu iets moeten besluiten. Na de zomer heb je je begrotingsbehandeling. Er komen allemaal belangrijke zaken aan. Je doet jezelf echt een plezier door dat wel te doen. Twee uur te pakken, drie uur te pakken. Um, we hebben vandaag met de gemeente gedaan en gevraagd: lees die lijst nou eens door? En haalde allemaal twee vragen uit die je op de agenda wil zetten. Ja. Dat gaan we ook met een college volgende week doen. En daar word je gedwongen om heel snel te kiezen van al die dingen er doorheen lezend. Je triggert niet op alles. Dus je trickert op een paar dingen, want je denkt, daar moeten we echt wat mee. En dat is genoeg. Ja. Alleen al om dat met elkaar te bespreken. Het kan ook net zijn dat juist die vraag die je nooit pakt, juist heel belangrijk is. Dat kan altijd. En, en dat en maakt het dus zeker. ook, hè? want er zitten natuurlijk zeker. ook onderdelen in. Ik, wat ik zeg, we hebben net een heel gesprek over die financiën gehad. Ik denk dat heel veel mensen gelijk op die financiën duiken. Ja. Uh, en, en juist een we verenigingsleven, ja. puntje 8. Maar dan zul je dus ontdekken dat je op financiën de vragen makkelijk kunt beantwoorden of de antwoorden gewoon niet hebt en ook zeker weet dat je die niet gaat krijgen. En bij het verenigingsleven nu nog keuzes kunt maken waar je de, waar je de zomer mee in kan? En ja. uh, als je die keuze nu niet maakt, dan is je keuze het zo te houden als het nu is. De eigen organisatie, bijvoorbeeld een ander thema. Gemeenten zijn vrij streng in wat er wel of niet mag. Om, om je heen versoepelt alles na gisteren weer. Um, betekent dat nog steeds dat je als gemeente heel streng bent en de ambtenaren niet bij elkaar mogen komen? Of denk je ja die versoepeling ja. om ons heen, dwingt ook ons weer tot nadenken. Dus sommige dingen zijn echt voor de komende paar weken nog. En andere dingen kun je op de agenda zetten voor uh, over een half jaar. Ja. En nou, we hopen hiermee, in plaats van het soort open te gooien... wie heeft er nog iets en waar denk je toevallig aan... Um, een, een systematiek te geven waar je getriggerd door kan worden. En wat je echt maar, zeker als je goed in de materie zit... het kost je misschien tien minuten om er echt doorheen te gaan. Ja. En dan heb je zo twee of drie dingen boven tafel. Pieter Jons, is het mee te luisteren? Het ja, is ja, ja. ja, luisteren. Ja, luisteren. <laughs> ik zou me gelijk afvragen, heeft VNG zelf ook zo'n lijst eigenlijk? Of niet? Ja, de, deze lijst hebben we samen gemaakt, maar het is voor, nee, voor, voor ons zelf ook. Maar ik moest lachen, Jou, jouw vraag, van je, je zou eigenlijk de antwoorden erbij willen hebben, maar de, 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 dit verschilt natuurlijk enorm per gemeente. Ja. Hè? En aan de andere kant, en, en, en dat, is, uh, 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 dat snap ik ook goed, je hebt het hartstikke druk. Ik denk dat, je, dat, dat Marco dat ook vaak terugkrijgt in de gesprekken met alle gemeenten. Dat hoor ik ook. En de kunst is, maar dat is natuurlijk het allermoeilijkste om in een tijd van een crisisperiode. de rust te vinden met elkaar. om een aantal van dit soort vragen te beantwoorden. En uh, ja, ik, ik, ik las het uh, uh, gisteravond en ik dacht, ja, ik, kan, ik, ik was hier voor gemeentesecretaris. Uh, en ik dacht, ja, ik zou het wel handig vinden. Ik Denk van, hé, hey, dit is mooi. Volgende week dinsdag in het college ja. heb ik een mooi uh, uh, instrument om een, gewoon een goed gesprek uh, uh, te faciliteren met het college over een aantal van die dingen. Waar we juist de afgelopen periode geen aandacht hebben ja. besteed, bijvoorbeeld. Ja. Ik, ik zat ook wel gelijk te denken: als ik in de oppositie zit in mijn gemeenteraad, kan ik hier ook wel mee uit de voeten? Ik denk van, nou, dit zijn wel allemaal goede kritische vragen. Want eigenlijk weet je bij elke vraag dat het wel moeilijk is. Ja, wat, Het zou toch mooi zijn als er zo'n goed gesprek plaatsvindt tussen raad en ja. college over dit ja, soort ja, vragen. Dat zou ik alleen mooi. maar aanmoedigen. Ja, ja, ja. precies. Ja. Het is wel een, een mooie vraag van uh, Perry van Keller trouwens. Dat is uh, een vaste kijker, kunnen we zeggen. Want die zei: vorige week hebben we het gehad over die scenario's. Master scenario's. Kunnen die hier nou bij helpen? Bij het beantwoorden van dit soort vragen. Als je, uh, want we, uh, we zijn natuurlijk met, ook met VNG aan het nadenken over die scenario's. Ja. Die scenario's kunnen zeker helpen en die kunnen je ook helpen om wat houvast te krijgen van hoe, hoe urgent is dat eigenlijk. En een van die vragen is: heb je zicht op de groepen die het hardst worden getroffen in jouw gemeente, maar ook heb je zicht op de bijvoorbeeld bedrijven of organisaties die het juist heel goed doen in de crisis. Ja. Want hoe kan je anders steunmaatregelen bepalen als je niet eens weet hoe, hoe de groep die steun vraagt of die eigenlijk hoe hard die getroffen is of niet? En scenario's kunnen zeker helpen om te begrijpen in welk deel van de samenleving de pijn zit, hoe ver dat gaat, hoe je zelf wordt geraakt, hoe je eigen financiën een, een klap kunnen krijgen. Dus dat, dat geeft je ook je bewegingsruimte voor hoe ver kunnen we eigenlijk gaan. Dus, scenario is absoluut, uh, absoluut nuttig. Ja. Waar kunnen mensen deze agenda vinden? Hij is in de laatste afrondende fase. Um, evenementen komt er nog bij. Evenementen ja. komt er nog bij. Als het goed is, is hij er, er heel snel. En dan staat hij in ieder geval op de website van de, van de VNG en in de ledenbrief. Ja. Uh, dus daar op zijn minst. En hij zal denk ik ook via de vereniging gemeentesecretarissen... de wethoudersvereniging, uh, ook weer voor het voetlicht worden, worden gebracht. En ja. daarnaast ook uh, hele handige links naar achtergronddocumenten. Uh, yes. Dat is sowieso een handig uh, instrument. En, en is het ook een, een, een soort groeidocument? Stel wij zijn dit aan het bespreken in de gemeenteraad en we denken, hé, hey, maar wij hebben categorie 13 gevonden. <laughs> uh, absoluut. En, en ongetwijfeld ook 14. Ik zou dat vooral laten weten aan de VNG. Um, en dan kijken, is het zinnig om daar iets op, uh, op toe te voegen? Um, die vraagstukken die gaan voorlopig niet weg. Nee. Ik denk als je de antwoorden zou geven, zijn de antwoorden wel achterhaald binnen twee weken. Dus dat is ook een reden, extra reden om het niet te doen. Um, maar het is absoluut een, een, een goed document. Um, en het zou heel fijn zijn als er juist wordt gesignaleerd op deze en deze onderwerpen zou het ook helpen. Dan weet je ook als VNG waar je, uh, waar je weer wat extra's kunt betekenen. Ja. Werk voor de zomer. Of eigenlijk vanaf nu, volgende week, zodra het beschikbaar is, kijken wat je ermee kan doen. En in ieder geval gelijk, uh, in ieder geval één keer doorlezen al. Dan weet je in ieder geval Precies. wat je kan gaan doen en welke vraag je moet gaan stellen. Dankjewel. Marco, jij zit hier ook altijd voor de actualiteiten. Yes. Het, uh, het was een bijzondere week, want uh, vorige week hadden we natuurlijk het gesprek over de evaluatie. Het was toen net bekend geworden dat uh, in de Tweede Kamer uh, besloten was dat een onafhankelijke evaluatie, of ik heb nu gehoord of geleerd van jou, dat ik reflectie moet zeggen, dat dat veel beter aankomt. Um, we dachten eerst, deze week gaan we het hebben over die COVID-19-wet. Uh, maar dat duurt weer even. Ja, volgens mij was mijn antwoord de vorige keer, die gaat er niet komen. Uh, ja. Zo snel. Um, en dat is dus inderdaad ook zo. Uh, er zijn wel ook een paar aspecten. Um, het was wat lastig omdat het organisatorisch wat vragen opriep. Um, gemeenten hadden toch wel verwacht, samen met veiligheidsregio's. wij kunnen wat gaan afschalen, we kunnen onze organisatie wat anders inrichten. wat die bevoegdheden worden iets anders. Nou, voorlopig blijft men in de grip 4 zitten, in de regionale opschaling. Dus de voorzitter blijft die stevige rol houden. Want als er geen andere wet is, dan is het dus zoals het nu is met de noodverordeningen. Um, dat, dat, uh, dat blijft met elkaar. En tegelijkertijd is er steeds minder om. Precieze regels op te stellen. Je ziet dat het beweegt naar die, die ankerpunten en naar die wat, wat bredere preventieve principes van die anderhalve meter. En tegelijkertijd was dat natuurlijk het belangrijkste item wat in de wet zou worden vastgelegd: ja. de wettelijke plicht tot het houden van die afstand, tenzij je uitzonderingen toegewezen had gekregen. Dus voorlopig verandert er niet zoveel. Um, is het overzichtelijk geworden? Um, en met de aankondiging van, van de evenementenversoepeling is het ook alweer ingewikkelder geworden. Dus ja, van wat, de wet af wat, wat, en naar de evenementen. Want gisteravond kregen we die persconferentie. Ik bedoel, wij vragen je natuurlijk elke week om even vooruit te blikken. Vorige week vroeg ik jou, gaan er belangrijke dingen gebeuren? Jij noemde vorige week niet. Van nou, volgende week donderdag of de dinsdag, dan, 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 gaat, dan wordt het bijna weer normaal. Zag je het aankomen? Volgens mij hebben we wat je wel aan zag komen is dat bijna alles versoepeld zou worden. Dat was echt wel duidelijk. De evenementen waren niet duidelijk, maar eigenlijk zijn de hele grote evenementen mogen nog steeds niet. Ja. En met de versoepeling en de ruimte die je moet hanteren, zijn mega-evenementen onmogelijk. Dus op zich, er is wel versoepeling op een aantal van die vlakken. Die is eerder gekomen dan verwacht. Dat werd wel gaande de, weg, gaande de week wel wat duidelijker al. Um, wat ik vooral constateer is dat het ingewikkeld wordt. En ja. dat zeg ik elke week. Er is weer een opgave bijgekomen. Ja. Je moet in een periode waar je normaal helemaal niet zo met evenementen bezig bent. Want dat heb je al gedaan in de advisering de maanden hiervoor. Voor al die evenementen in de zomer. Moet je nu vol aan de bak als gemeente. Om al die aanvragen die onvermijdelijk gaan komen te beoordelen. Ja. En er is gezegd dat het lokaal bestuur uh, kijkt naar die aanvragen. En die bepaalt of het valt binnen de, nou, binnen de wettelijke kaders. Of de, de kaders van de nieuwe noodverordening. Dus die opgave komt in een periode met vakanties, ja. met overuren. En er was al heel veel, er was eigenlijk al ontzettend schaarste in evenementen advisering, en capaciteit. Dus uh, ja, dit wordt heel vaak naar de gemeente kijken en hopen dat ze ja zeggen. Ja. Dat wordt spannend. Ja, er kunnen wat vragen bijkomen uh, voor de gespreksnotitie. Dat zijn er zeker bijkomen. Ja. 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 Zijn er andere dingen die jou opvielen gisteravond in de persconferentie? Nee, het was eigenlijk allemaal wel grotendeels volgens verwachting. Wat er wel nog achter zit. Ook sinds gisteren is de Nationale Crisisorganisatie afgeschaald. Ja. Dus de hele manier van hoe we met elkaar georganiseerd waren. En dat heeft ook gevolgen voor gemeenten. Dat veiligheidsberaad, wat steeds bijeenkwam met die voorzitters. Wat nauw aansloot op die vergaderingen van al die nationale crisisteams. En daar zaten ook vertegenwoordigers in namens de Voorzittersveiligheidsregio. Die hele cyclus is doorbroken. Ja. Dus het wordt nu veel meer de wat gebruiker beleid. En, en ik denk ook een grotere rol voor de VNG. Um, maar die hele cyclus ben je kwijt. Dus je ja. kunt je knelpunten niet denken. Oh, dat kunnen we volgende week wel in dat veiligheidsberaad met de minister adresseren. Dus er komt nu wel een periode aan waar die kanalen ja, wat verder weg komen te staan terwijl je nog gaat ontdekken wat die versoepeling ook lokaal gaat betekenen. Ja. Dus het is organisatorisch uh, um, zijn de routes minder helder de komende ja. tijd. Ik, ik, ik merk al vandaag dat mensen op zoek zijn naar regels. Ik, ik sprak toevallig voor iets anders een aantal mensen van brancheorganisaties en zij worden helemaal suf gebeld. Mag dit wel? Mag dit? Kan dit? De, en zeggen ja, wij weten het eigenlijk ook niet. Uh, gebruik je gezonde verstand maar. Dat is, dat, dat is het lastige natuurlijk. Mensen zijn zo gewend geraakt aan, een, aan, een, aan ook een overheid die zegt dit mag wel dit mag niet, naar een situatie van nou, ja, misschien denk ik. Nee. Principes uh, die je situatieel moet toepassen. Dat maakt dus dat het lokaal komt, uh, komt te liggen. Ik hoorde van de week wel een aantal voorbeelden... toen het nog over de demonstraties vooral ging. Mensen zeiden, oh, een evenement mag niet als ik het nou een demonstratie noem. Ja. En omgekeerd, demonstraties met een evenementkarakter. Dus met kraampjes. Het was een festival op het Maakveld, nou ja, he? Was het Maaienveld. Uh, en daarna nou een groes uh, ja. uh, um, Het goede nieuws is, er zijn dus minder branchespecifieke grenzen. Het zijn algemenere pr uh, principes. Het lastige is dat je dus per situatie moet gaan beoordelen of het daaraan voldoet. Ja. En er zijn wel wat algemene kaders hè, binnen, buiten. Um, is, er, is het vergunningplichtig of niet? Zijn er zitplaatsen? Um, maar met name de dingen die we mogen in de buitenlucht. Met een flink aantal mensen. De grote bootcamps, grote yoga-sessies. en andere dingen in de parken. Dat is natuurlijk wel spannend. Ja. Hoe gaat het uitpakken? Ja. Um, zeker als handhaven niet gewaardeerd wordt. Ja. Um, door de gemiddelde Nederlander als je niet uitkijkt. Ja. Uh, Marco, gisteren was de laatste uh, formele persconferentie. Dus uh, toen dachten we, nou, dan is dit ook voorlopig even de laatste VNG dialoog in coronatijd. Uh, dus uh, um, uh, we zien je voorlopig in ieder geval niet. Um, hoe ga jij de zomer in? Ik ga de zomer in. Denk net als iedereen wat opgelucht dat er meer kan. Ligt zorgelijk omdat de manier van organiseren dus wegvalt en er nog heel veel moet blijken en gebeuren. En ik voel me soms een beetje als aan het begin van de crisis toen we naar China en Italië keken en dachten dat gaat ons niet gebeuren. Ja. Uh, dus ik ben uh, in ieder geval voorzichtig en ik ga zelf geen druktes opzoeken. Dus ik ga me toch wel heel braaf aan de regels houden. Ja. Dus het is een wat onbestemd gevoel, vrees ik. Ja. Nou, met, met die gedachten moeten we dan toch maar de zomer in. Mag ik je heel erg danken, in ieder geval. En dank ook voor elke week hier uh, samen met jouw collega uh, de toelichting geven. Om ons een beetje wegwijs maken in deze soms wat uh, mistige tijden. Dus heel veel dank daarvoor. Je dank je wel. Marco Zanoni, dank je wel. Pieter, ja, um, nou eerst even toch even dat gesprek over die financiën. Inderdaad, regionale verschillen, hoorden we. Ja, dus dat maar we, nog niet helemaal. Dus nee. Ik vond het een mooi gesprek tussen ja. de onderzoeker en. Uh, ja, hè, precies. dat was precies het verschil. Ja. Ja. Goed. Ja, dus, ik, ik kreeg trouwens nog een latere vraag binnen. Ik ga kijken of ik die toch nog bij jou kan neerleggen. Ierse Liefde. Landelijk beleid wordt regionaal anders uitgevoerd. Hoe zit dit? Dan kan je, weet jij daar iets van? Dus dat gaat over. En natuurlijk, je, je hebt in de regio heb je natuurlijk soms andere invulling van landelijk beleid. Dat was een vraag. En ze had nog een andere vraag. Uh, uh, verdeling van financiën, verschillende SWV, uh, primair en voortgezet onderwijs, kwetsbare leerlingen en thuiszit. Misschien wat specifieke vragen. We kunnen ook later daar even kijken of we daar antwoord wat op kunnen die, geven. Uh, gewoon even mailt. Nou. Hebben we? we hebben ja, het. nou ja. perfect. Dan krijgt ze een antwoord. Uh, Dan gaan we later uh, ja. die antwoorden ja. nog even geven. Ja. Um, had je het gevoel dat, dat ook in het gesprek. Hè, want we, ik ben natuurlijk op zoek geweest naar de urgentie, ja. uh, aan, eigenlijk aan beide kanten: de urgentie van die reflectie. En de urgentie van hoe gaan we die financiën nou uh, goed krijgen. Ja. Dat, dat die urgentie voldoende aanwezig is. Nee, wat wat me opviel je, je, uh, is dat ook Irene zei, het water stond al aan de lippen. Dat ja. ontkende ze niet. Dus nee. dat was wel een beeld wat, uh, wat zij als onderzoeker ook zei. Dat, ja. die, zin heb ik, uh, die zin heb ik onthouden. En uh, uh, ja, dat, wat Ali ook zei. Wordt de de, de komende, komende periode wordt het echt wel spannend op die financiën. En ik luister elke week geboeid naar Marco en ik hoor Marco bijna elke week zeggen het wordt nog complexer voor hem. Ja. En als ik dat dan, en dat gaat dan niet uh, specifiek over financiën, dus dat bij elkaar optel, denk ik nou, dat is wel een. Uh, dat is wel een, echt, ja. uh, echt, echt pittig. Ja, ja. nee, nee en, en voorlopig voor jou ook uh, geen rustige zomer, denk ik. Nee, nou ja, als, als het, om daar iets over te willen, ik zou met mijn gezin naar Zuid-Korea. Ja. Uh, die zitten opnieuw in een lockdown. Dus ja. ik, uh, ik ben het zo voorzichtig als uh, Marco. Maar ik, ik, ik hou het toch met, die, uh, met dat scenario ook rekening. Ja, ja. nee. Ook, ook zelf scenario's maken hebben we vorige week geleerd. Is ook ja. buitengewoon belangrijk. Ik noemde net al even: Dit is de laatste VG-deoloog in coronatijd. Dus de zomer komt eraan. Uh, ik ben toch even benieuwd hoe je terugblikt op deze gesprekken. Ja, nou, ik, ik, ik vind dat de thema's die aan de orde zijn geweest. Ik denk en ik hoop vooral dat de, dat, 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 de, de, de mensen die gekeken hebben. dat dat aansluit hè, bij de vraagstukken die, die uh, spelen. Uh, en ik denk dat we ook weer even moeten, we hebben natuurlijk een nieuwe vorm uh, uh, gevonden. Wij zijn ook aan het, uh, de, net als iedereen, op, op zoek naar een nieuwe manier om dat te doen. Dus we zijn ook een beetje uh, experimenterend met een pilot begonnen. En nu uh, begint het eigenlijk als een soort standaard uitzondering te worden met een vaste tafelgast. Ja. Uh, ja, weet je, het belangrijkste is, uh, wij kunnen dit uh, belangrijk vinden, maar de, de mensen die, uh, die, die kijken en uh, bij gemeenten werken, uh, die, 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 die moeten hier iets aan hebben. Dus uh, dat is de belangrijkste vraag. Uh, ik denk dat het goed is als wij dan ook even een zomerstop houden en kijken welke, op welke manier we weer, uh, weer verder gaan. Okay, nou helemaal goed. Nou, buiten is de zomer in ieder geval al vol begonnen. Dus uh, uh, we gaan zelf ook naar buiten toe. Voor nu heel veel dank, Pieter Jongens. Dankjewel. wel voor het kijken. En uh, als u inderdaad nog vragen, opmerkingen heeft of ideeën heeft uh, over deze dialoog, kunt u die nog sturen naar info.vng.nl. En mocht uw vraag niet beantwoord zijn nu in deze uitzending, dan nemen we gewoon later nog even contact met u op of u mailen u nog even daarover. Dus dan uh, komt het in ieder geval goed. Ik dank u heel erg voor het kijken en ik wens u een hele goede zomer. Dank u wel.